Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we know ways to go, let it snow, let it snow, let it snow. Duidelijk genoeg? Hey, een hele goede morgen, kijkers. Yep. Een nieuwe dag, nieuwe sneeuw. Het is -4. Dus best een beetje koud voor mensen uit Nederland. Sorry, ik ga een beetje normaal doen. Nou, wat ga ik vandaag doen? Werken. Op de fiets, werken. Dat is wel één voordeel. Nu, ik moet zeg maar... Hier moet ik van 7 tot 9 werken, ja, nee. En bij een andere pand moet ik van 9:30 tot 11:30. Dat zijn 2 uurtjes. Dus dat is echt zo lekker. En ik ben er ontzettend blij mee, want kan ik 's middags kan ik weer eventjes lekker... Zelf zijn, lekker tot rust komen, lekker dingen doen, weet je wel. En dan ben ik gewoon klaar met werken. Dat is wel één voordeel van wat ik heb. Dus het is gewoon lekker. Ja, wat heb ik hier nog meer te vertellen? Nou, gisteren ging de zangles niet door. Oh ja, het is vandaag vrijdag. Oh, gisteren gebeurde iets zo leuks. Vond ik echt super leuk. Wat gebeurde er gisteren, Kim? Nou, zal ik je vertellen. Gisteren was ik dus op mijn andere pand. Waar ik dus moest schoonmaken. En ik was dus al gewoon bezig en zo. Toen hoorde ik Sinterklaasmuziek. Dus ik dacht, nou ja, oké. Weet je wel... Ik ga er niet over vragen en dat soort dingen. Op een gegeven moment in de pauze zei iemand, ja, Sinterklaas, die komt langs. En ik denk, ach mijn god. Gaan we dan. Dus. Dus ik dacht, nou, blijf even lekker weg nadat ik weg ben. Maar nee hoor, dat deed hij natuurlijk niet. Hij kwam eraan. En hield een kleine toespraak voor een van de bazen, zeg maar, van het pand. En hij was echt zo grappig. Volgens de Sint, ik geloof het niet meer, maar goed. Volgens hij had hij echt vet veel dingen verkeerd gedaan. En we gaan. Doei. Dus volgens de Sint had hij dus heel veel dingen fout gedaan. Zoals rijden op motors om hem. Dus dat was heel grappig. En daarna is hij met een golfkarretje door de kwekerij heen gegaan. En ik kreeg ook nog een knuffel van hem met een hand. En ik kreeg pepernoten. En nog meer pepernoten en nog meer pepernoten. Dus dat was heel grappig. Dus ja. Maar ik moet zo gaan, jongens, want er komen zo meteen mensen aan met de bus en dan moet ik ophouden met volgen, dus.